alle ogen in Zandvoort zijn natuurlijk gericht op het eerste weekend in mei. Het gaat bijna beginnen. Hoe kijk je uit naar het Formule 1 seizoen? Ja, dat is natuurlijk mooi. Ik zat er onder het rijden aan te denken, weet je wat zo beroerd is? Als er iets gebeurt meteen in de eerste ronde. En als met Max, dan is dat natuurlijk altijd vervelend of ik krijg pech. Ik vind de Formule 1 het concept eigenlijk zonder dat we maar één keer rijden in zo'n weekend. Er moet eigenlijk een korte en een lange race zijn of iets. Dat zou natuurlijk het vermaak voor het publiek, daar gaat het om, zou dat ook verhogen. Dus, maar ja, we hopen natuurlijk allemaal op onze nationale trots dat hij gaat winnen. Ja. Wat verwacht je van zijn kansen dit jaar? Ja, als ik dat... Kijk, er is er maar één die het weet. En dat is het team. Bij hun. Maar ze zijn, ondanks dat ze niet de snelste tijden reden, zijn ze heel enthousiast. En ik begreep dat ze niet op de beste banden steeds hadden gereden. Snelste banden. Dus dat is natuurlijk wel mooi. Als zij dat op de data allemaal kunnen analyseren. En dat zij dus dat, dat ook denken dat ze dan, en hopen dat ze dan ook de snelste zijn. Ja.